Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Eminent. In deze aflevering van Hardware Info TV, LG's nieuwe 38 inch 21:9 monitor. Welkom bij Hardware Info TV. We gaan het vandaag hebben over een monitor die het fenomeen multimonitor opstellingen eigenlijk in één klap overbodig kan maken. Want deze nieuwe LG is 38 inch breed en ook nog eens... Ja, eigenlijk extra breed, want het is een 21:9 scherm. Ja, nou, LG zet daar natuurlijk al een tijd volop op in. Samsung die zegt curved is wat wij doen. LG zegt super breed beeld, daar geloven wij het meest in. Ja. Maar dan ook curved. Ja, nou sta ik bekend als, laten we het vriendelijk zeggen, niet de grootste voorstander van curved schermen. Het is wel bij een monitor van deze afmetingen begin ik het langzaam te begrijpen wat curved voor voordelen heeft. Ja, je zit natuurlijk vrij ver van de uiterste hoeken van dat scherm af, wanneer je er midden voor zit. Dus hoe breder het scherm, hoe meer er te zeggen is voor zo'n curve. Maar dat hebben we al eerder gezien, ook bij een maatje kleiner dan dit, 34 inch, ja. Is er echt wel wat voor te zeggen. Zelfs voor nog kleiner is het verdedigbaar, maar vanaf 27 inch dan wordt het een moeilijk verhaal. Ja, nou, is dit dus een nieuw formaat, 38 inch? Ik zei in het begin in de breedte, dat is natuurlijk niet waar, 38 inch in de diagonaal. Hoe het ook zij, dat is echt een verschrikkelijk groot scherm. Ook met een hoge resolutie. Vlak voor de uitzending vroeg ik nog, hoe noemen we deze resolutie eigenlijk? Toen we elkaar een minuut schaapachtig aangekeken. Dat weten wij niet eens. Het heeft geen naam. Nee, er is, je kan vast wel iets verzinnen ervoor. Maar kijk, het is een 4K-scherm, omdat het bijna 4000 pixels breed is. Alleen de hoogte is 1600 pixels. Dat is net wat minder dan die 2160 die je bij een echt 4K-scherm hebt. Ja. Laten we het een 4K superbreed beeldscherm noemen. Ja, je zou kunnen zeggen, het is in de breedte het aantal pixels van 4K, in de hoogte wat minder. Nou, misschien denk je dan, ja, maar dan mis ik dan pixels. Maar het voordeel eigenlijk van deze resolutie gecombineerd met de afmeting van dit scherm, is dat je hem met 100% pixelvergroting, dus eigenlijk zonder vergroting in Windows kunt gebruiken. En één op één is alles gewoon nog altijd goed leesbaar. Ja, correct. Je hoeft niet te schalen. Dat is bij Ultra HD monitoren eigenlijk wel altijd zo, tenzij je 32 inch gaat gebruiken. Dus ja, effectief verlies je dan werkruimte. Hierbij kun je, net zoals bij 27 inch QHD monitoren of bij die 34 inch WQHD monitoren, eigenlijk zonder schaling elke pixel benutten. Ja. Dus als je heel veel programma's tegelijkertijd gebruikt, ja, dan is dit eigenlijk ideaal. Ja, want we hebben hier al even als demonstratie twee websites naast elkaar gezet. Dat gaat perfect. Riant. Maar eigenlijk, het scherm is breed genoeg om zelfs drie programma's, dus een website en Word en je e-mail naast elkaar Absoluut. Te zetten. Absoluut. Dus als je werkt met drie beeldschermen, dan is dit een heel aardig alternatief. Ja. Dan even de techniek. Het is een IPS-scherm. Correct. Het is van LG. LG Display scherm ook. Dus het is de nieuwste generatie IPS. 75 hertz, dat is aardig. Ook aardig is dat LG er FreeSync in heeft gestopt. Minder aardig is dat dat dan loopt van 52 hertz tot 75 hertz. Ja, dus je hebt er niet verschrikkelijk veel aan. Nee, nou ja, het is natuurlijk wel zo. Je hebt nu videokaarten die kunnen aardig meekomen op 4K, maar hebben er toch nog wat moeite mee. Dus als je die 60 hertz constant niet redt en je dipt er af en toe net onder, dan kan dit scherm dat soepel weergeven. Ja. En het is ook een voordeel. Je hebt 6 miljoen pixels om aan te sturen, geen 8 miljoen. Dus voor gamen. Ja, als je die nieuwe 1080 hebt gekocht, dan is dit best wel een leuk scherm om eraan te koppelen. Ja, behalve, al doet die natuurlijk weer geen FreeSync. Die doet geen FreeSync, ja. Exact. Voor gamen, want ze positioneren 21:9 eigenlijk gewoon als, ja, ik zou zeggen, zakelijke of op zijn minst semi-professionele monitoren. Maar voor gamen is hier ook nog wel wat voor te zeggen. Ja, nou ja, steeds meer games ondersteunen dit breed beeld. Het is eigenlijk in de meeste gamegenres geeft het je een... meer meeslepende ervaring. Je kan ook daadwerkelijk in veel games de kijkhoeken aanpassen, waardoor je echt meer ziet. In andere games zie je gewoon meer van het speelveld. Dus ja, daar is zeker wel wat voor te zeggen in games. Ja, en dan kwalitatief? We hebben hem uiteraard getest. We hebben sinds enige tijd een volledig nieuwe monitorentest, waarbij we naar veel meer aspecten kijken nog dan we al deden. Daar komt hij overwegend gewoon heel goed uit. Kijk, het is top-of-the-line IPS-paneel. LG kalibreert hem vanuit de fabriek. Moet ik wel zeggen dat de resultaten die we nu hebben gezien, maar wij hebben een heel vroeg sample, die zijn nog niet zo goed als je eigenlijk verwacht. De kleurfout die is, nou ja, theoretisch gezien misschien net zichtbaar, maar het is wel heel erg goed. Ja. Dus je hoeft je geen zorgen over te maken. Dus ook als je gaat Photoshop of video bewerken, wat dat betreft prima scherm? Geen probleem. Het is natuurlijk een sRGB-scherm, hij dekt de ruimschoten, de volledige sRGB-kleurruimte. Ja. Alleen, ja, Adobe RGB heeft hij dan niet. Ja.
En we moeten daar natuurlijk ook meteen bij zeggen, om deze hoge resolutie aan te sturen heb je natuurlijk wel DisplayPort 1.2 nodig. Ja, of HDMI 2.0, zit er allebei op. Nu is het, het scherm is echt gloedje nieuw, zelfs zo nieuw dat hij in de prijsvergelijker, in ieder geval op het moment dat wij dit opnemen, nog niet te vinden is. Nee, we weten wel een adviesprijs, €1300. Nou, de ervaring leert, dat zal waarschijnlijk vrij snel dalen. Ik heb ook al gezien dat enige concurrenten ook met een vergelijkbaar scherm gaan komen. Ja. Maar het blijft natuurlijk een hoop geld. Aan de andere kant, we hebben gezien dat tot voor kort betaalde je dit voor een 34-inch scherm met een lagere resolutie. Dus in die zin krijg je weer wat meer waar voor je geld. Ja. En ja, er is weer een keuzeoptie bij op dit prijspunt. Want je kan ook gaan voor 32-inch Adobe RGB UHD. Je kan gaan voor 144 of 160 hertz breedbeeld. Dus er zijn heel veel opties als je wat te spenderen hebt aan een scherm. Maar het blijft een hoop geld. En misschien een beetje een flauwe vergelijking, maar toch. Je moet het eigenlijk afzetten tegen misschien een andere keuze. Dat je twee schermen had gekocht die je naast elkaar zette. Ja, nou ja, het is moeilijk om voor te stellen dat je daar hetzelfde bedrag aan kwijt bent. Ja. Maar ja, je hebt gewoon geen randen. Ja. Ook het randje hieromheen, dat is heel erg dun. Maar in het midden is helemaal niks aanwezig. Je hebt een blikveld zonder enige storing erin. Ja, dat is best veel waard. Als je met veel monitoren werkt nu en je werkt met veel verschillende programma's. Ja, op dit moment is dit een van de beste opties om heel veel werkruimte te hebben. En die ook effectief te kunnen benutten. En je zei het zelf al, LG maakt dit paneel, gebruikt dit in eerste instantie zelf. Maar de verwachting is wel dat de OEM-tak van LG dit op niet al te lange termijn ook aan diverse andere merken gaat verkopen. Ongetwijfeld bij andere fabrikanten zien. We hebben op Computex al het een en ander gezien. Ja. Wie onze site heeft gevolgd, heeft hem daar ook voorbij zien komen. Dus ja, we kunnen ervan uitgaan dat er hiervan meer op de markt gaat komen, maar LG is wel de eerste die ons er een kon bezorgen. Duidelijk. Tot zover Hard Info TV voor vandaag. Wij zijn er iedere vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Voor hebt, dus dat dat er niet vals wordt. Maar dat betekent dus wel dat je de microfoon eigenlijk altijd naar achter hebt gericht. Ja, naar jezelf dus in de meeste gevallen zal het zo zijn. Dat is inderdaad wel, ik vind dat een klein schoonheidsfoutje. En waar je ook rekening mee moet...